Hallo allemaal. In deze videoloog leg ik de juridische consequenties uit van de wanprestatie. Kortom, wat gebeurt er wanneer één van de contractuele partijen zich niet houdt aan de verplichtingen die voortvloeien uit de verbintenis? Stel, we hebben hier meneer Tijger en we hebben hier mevrouw Uil. Meneer Tijger is autofabrikant en die belooft om een bus te vervaardigen voor mevrouw Uil. Die zal geleverd worden op een datum en mevrouw Uil die zal in ruil daarvoor een geldbedrag overmaken aan meneer Tijger. Nou, in principe, wanneer beide partijen zich houden aan een afspraak, is er niet zo heel veel aan de hand. Maar ja, wat gebeurt er nou als één van beide partijen niet doet wat ze beloven te doen? Op de eerste plek zullen we ons de vraag moeten stellen of het niet nakomen van de verbintenis een toerekenbare niet nakoming is of een niet toerekenbare niet nakoming is. Denk in dat laatste geval aan overmacht. Stel nu dat er een enorme brand uitbreekt in de loods van meneer Tijger en dat alle bussen die hij had gemaakt, dat die in vlammen opgaan. Maar goed, daar kan meneer Tijger niet zo heel veel aan doen, tenzij hij de brand natuurlijk zelf aansteekt. En in dat geval kan meneer Tijger succesvol een beroep doen op overmacht. Het wordt dan ook voor mevrouw Uil onmogelijk om de nakoming alsnog te vorderen. En ja, meneer Tijger kan zich dus succesvol ook weren tegen de beschuldiging dat er sprake zou zijn van wanprestatie. Nou, indien er geen sprake is van overmacht, dan is er meestal gewoon sprake van een wanprestatie. In dat geval kan de tegenpartij eigenlijk drie dingen doen. Op de eerste plek kan de tegenpartij nakoming van de te leveren prestatie vorderen. In plaats daarvan kan eventueel een vervangende schadevergoeding geëist worden. Of de overeenkomst kan mogelijkerwijs ontbonden worden. Nou, stel dus dat om onduidelijke reden meneer Tijger de bus maar niet levert en er steeds onduidelijke vertragingen zijn in het proces en het duurt maar en het duurt maar, dan kan mevrouw Uil ervoor kiezen om daadwerkelijk naar de rechter te stappen en nakoming af te dwingen bij de rechter. En dat kan op grond van artikel 296 van het derde burgerlijk wetboek. Nou, een andere optie is dus om een schadevergoeding te eisen. Je kunt een schadevergoeding eisen ter waarde van het bedrag dat uiteindelijk niet geleverd is. Dus je wil gewoon je geld terug. Dat noemen we een vervangende schadevergoeding. Maar het kan ook zijn dat je dus nog een aanvullende schadevergoeding wil. Omdat door het uitblijven van, in dit geval de levering van de bus, er schade is ontstaan bij mevrouw Uil. Bijvoorbeeld omdat ze niet in staat is geweest om passagiers te vervoeren, terwijl ze dat wel had beloofd. Nou, zo'n schadevergoeding die kun je eigenlijk in twee situaties eisen. Op de eerste plek kan dat wanneer het nakomen eigenlijk niet meer mogelijk is. En op de tweede plek kun je schadevergoeding eisen wanneer er sprake is van het zogeheten verzuim. Nou, dat laatste kun je vinden in artikel 74 van het zesde burgerlijk wetboek. Er zijn situaties denkbaar waarbij nakoming niet meer mogelijk is. Stel nou dat deze bus op maat besteld was met allerlei mooie hippie kleuren en dat deze bus diende voor een tournee van een band. Nou, stel nou dat die bus dus veel te laat geleverd wordt, of helemaal niet meer geleverd wordt, en de tournee van deze band allang voorbij is. Nou, in dat geval heeft het weinig zin om die bus nog te leveren, want er was juist speciaal ontworpen en bedoeld voor de tournee van deze band. In dat geval kun je gewoon rechtstreeks overgaan tot het vorderen van schadevergoeding, en is het niet nodig om vast te stellen of er sprake is van een situatie van verzuim. In alle overige situaties moeten we eerst vaststellen of er sprake is van verzuim. En dat kan eigenlijk op twee manieren. Op de eerste plek kan dat als gevolg van het versturen van een ingebrekenstelling. Een ingebrekenstelling is eigenlijk een ferm verwoorde brief, kan ook digitaal, waarin je eigenlijk aan de andere partij laat weten dat die in gebreken is gebleven. En dat je dus eigenlijk stelt dat die alsnog moet nakomen binnen een gestelde termijn. Je geeft dus eigenlijk de andere partij nog een laatste kans. Op het moment dat die andere partij daar niet aan voldoet, dan kun je eigenlijk al meteen overgaan tot het vorderen van een schadevergoeding. Stel dus dat die levering van die bus eigenlijk steeds uitblijft, dan kan het dus zo zijn dat mevrouw Uil een flinke brief schrijft of mailt naar meneer Tijger, waarin ze sommeert dat die bus binnen een redelijke termijn af moet zijn. Nou ja, wat is dan een redelijke termijn? Dat is een klein beetje afhankelijk van de situatie. In geval van een niet-betaling bijvoorbeeld kan dat misschien een week zijn. In geval van het vervaardigen van een complex iets kan dat een maand of twee maanden zijn. Hangt er een klein beetje vanaf. In ieder geval is het zo dat wanneer die redelijke termijn verstreken is, er overgegaan kan worden tot een eis tot schadevergoeding. Dit kun je overigens vinden in artikel 82 van het zesde burgerlijk wetboek, die ingebrekenstelling. Nou, tenslotte kan het zo zijn dat een verzuim tot stand komt van rechtswege. Een voorbeeld daarvan is wanneer in de overeenkomst tussen meneer
Tijger en mevrouw Uil, er een specifieke datum is afgesproken waarvoor er geleverd moet worden. Nou, als dat zo is, als dat al in het contract staat, dan heeft het weinig zin om dan vervolgens nog een ingebrekenstelling te sturen. In feite is het zo dat dan het verzuim van rechtswegen intreedt op het moment dat de deadline eigenlijk verstreken is, zoals die is overeengekomen tussen de twee partijen. En ook dan kan dus meteen overgegaan worden tot de vordering tot schadevergoeding. Nou, artikel 265 van het zesde bulk wetboek geeft nog een derde optie. Naast het idee van de nakoming eisen ofwel het vorderen van een schadevergoeding. En die derde optie is simpelweg het ontbinden van de overeenkomst. In sommige gevallen is het zo dat er eigenlijk helemaal geen schade is. Denk daarbij aan de situatie dat meneer Tijger inderdaad heeft beloofd die bus te leveren. En dat mevrouw Uil zit te wachten op die bus. Dat mevrouw Uil nog niet betaald heeft. En dat de levering van die bus uitblijft. Voor mevrouw Uil maakt het niet zo heel veel uit dat die levering uitblijft, want ze heeft genoeg andere bussen waar ze haar werkzaamheden mee kan verrichten. Het was gewoon een leuke aanschaf. De levering die blijft dus nog steeds uit. In zo'n geval kan mevrouw Uil er op een gegeven moment voor kiezen om simpelweg de overeenkomst te ontbinden, omdat ze er verder geen heil meer in ziet en eigenlijk gewoon van de overeenkomst af wil. Let op, voor het ontbinden van die overeenkomst gelden eigenlijk een klein beetje dezelfde randvoorwaarden als voor het eisen van zijn schadevergoeding. Er moet sprake zijn van ofwel een situatie waarbij nakoming eigenlijk niet meer gaat plaatsvinden, dat het gewoon onmogelijk is, ofwel er moet sprake zijn van een vorm van verzuim. Maar dat kan dus zijn dat je eerst een ingebrekenstelling hebt moeten sturen of dat er verzuim van rechtswegen optreedt. In die gevallen kun je dus ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden in plaats van de schadevergoeding te eisen. Nou, ik hoop dat je na het zien van deze vlog een klein beetje wijzer bent geworden op het gebied van de wanprestatie en wat de juridische consequenties daarvan kunnen zijn. Voor meer informatie, kijk eens op www.drwernhard.com of volg Dr. Wernhard op bijvoorbeeld Facebook. Dat is www.facebook.com/drwernhard. Succes!